Cultuurkalender, de eerstelingen van deze week. Dag luisteraar, dit is de fenolijn van Vroege Vogels. Het antwoordapparaat waarop waarnemingen in de natuur worden verzameld. Vogels, vlinders, bloemen, paddenstoelen, insecten, alles telt mee. En daarbij gaat het vooral om de eerstelingen. Maar vergeet ook de laatstelingen niet. De fenolijn was natuurlijk altijd een hoogtepunt, omdat het zo'n aparte mix in een paar minuten tijd van waarnemingen, dialecten, enorme kennis van amateurs. En dat was gewoon heel erg grappig. Ja, leuk. Frater Willy Bordes, nou ja, hij is natuurlijk beroemd, maar dat valt je gewoon wel op. Zo iemand die dan inspreekt en ja, met Frater Willy Bordes uit De Beeld. Het was eerst uit Arnhem. En dan wist hij heel erg veel. Hij noteerde volgens mij alles in boekjes. Maar dat sprak zo tot de verbeelding dat je zag zo iemand soort in een pij rondlopen. Als een monnik of als een frater in een of andere ommuurde tuin. Wat natuurlijk helemaal niet zo is, maar dat is natuurlijk ook het mooie aan radio. Je mag het allemaal zelf verbeelden. Na de fenolijn, dat ging om vlindersoorten van let op. En toen zei ik geloof ik boutje en dat moest blauwtje. Dat zijn altijd zulke enorme rare namen dat je leest gewoon wat je ziet. En er was een spelfout gemaakt. Nou ja, dat moet blauwtje zijn, natuurlijk ontzettend dom. Die afkondigingen van al die componisten, dat is ook niet mis. En toen één componist, die heet Delibes, maar je spelt het Delibes. En ik dacht, ja, net zoals je soms in het Frans, zoals Davos, de S wel uitspreekt, dacht ik heel interessant het goed te weten door Delibes. Dus kreeg ik zo'n epistel van de luisteraar van, oh, is er een nieuwe bes, een zwarte bes, een rode bes, een Delibes? Dat vond ik zo flauw dat iemand de moeite neemt om zo'n epistel te schrijven over één uitspraakfout. Maar ik zal het nooit meer fout doen. Het heeft wel geholpen. Delibes. Het is natuurlijk wel typisch Vroege Vogels om weer een heel eigenzinnig jubileum te hebben. Vinyl. Het heeft niet zoveel met natuur en milieu te maken, maar natuurlijk wel met een soort dwarsheid en ook wel nostalgie. Trouwens, het is nu weer helemaal hip, heb ik gehoord, om vinyle platen te kopen. Ik dook in mijn hele oude platenkoffertje om te kijken van wat is er nou. Ja, moet je zien, dat is een stuk van mijn moeder, ouders, de poppies, Non n'ont rien changé, een heel activistisch lied. Pierre Gwint suite, dus ook nog klassieke plaatjes had je vroeger. Adamo, nou ja, dit is ook allemaal, nou, Beatles natuurlijk, daar ben ik ook mee opgegroeid. Ik dacht, ja, wat kan ik nou geven aan, en toen vond ik dit plaatje. Listen to the Birds. Een singeltje met vogelgeluiden. En ik dacht, dat is wel een mooi cadeautje om aan het jubilerende programma te geven. Dus Vroege Vogels, nog 33 in een derde jaar, er zeker bovenop. En dit is een klein vinyl plaatje van uw oud-presentator Andrea.